Ja, lief Delfshaven en aanverwante artikelen. Nou, wat leuk dat ik erbij mag zijn. Ik ben keurig voorgesteld, maar misschien is het handig als ik dat zelf nog even wat uitgebreider doe, want daar is de laatste tijd nogal wat verwarring over. Ik ben dus niet Caritefse, want dat is mijn dobbelsteen en die nou praatte ik wel plat Amsterdams en kon ik wel zingen. Ik ben ook niet Carrie Slee, de kinderboekenschrijfster, want die is rijk en lesbisch en ik ben zo hetero als de metro en zo arm als een kerkrat. Ik ben gewoon Carrie en dat moet maar genoeg wezen. Ik ben gevraagd om hier vanavond een stichtelijk woord te komen houden over aanbestedingen. En dat zal potdomme nog niet meevallen, want ten eerste weet ik niet wat aanbestedingen zijn. En ten tweede denk ik niet dat ik het wil weten ook. Het klinkt als narigheid en dat zal het dan ook wel weer opleveren. Kijk, Rotterdam is de rest van de wereld niet. Wij staan al jaren numero uno in Nederland. Nou ja, op het criminaliteitslijstje, maar je moet ergens beginnen met scoren natuurlijk. Maar het gevolg is wel dat er in mijn wijk zo preventief gefouilleerd mag worden, dat ik, als ik een doos fonduevorkjes aan de overkant ga lenen, ze aan Naal moet inbrengen, wil ik ze nog thuis kunnen krijgen. Bij ons wordt altijd gezeikt over onze hangjongeren. Dat vind ik een lelijk woord, omdat het sowieso niet klopt. Onze jongens hangen helemaal niet en zeker niet de hele dag. Ze vertonen juist een enorme inzet en een tomeloze energie. Zo zijn ze altijd bereid om je te helpen sjouwen. Ze dragen zo je laptop, je iPhone of je portemonnee voor je verder. Ze staan buiten de stad al op hun scootertjes te wachten om toeristen de weg te wijzen. Nou, kom daar nog maar eens voor bij het VVV. Ja, ze brengen je wel naar de koffieshop van hun neef, maar dan kom je ook langs de Speedo, de Euromast en de Coolsingel hoor. En ze hebben allemaal groene vingers en dus een wietplantage in de berging. Maar ik zeg altijd maar zo, dan zijn die schooltuintjes ook niet voor niks geweest. Maar het zijn ook dezelfde jongens die onze oma van Leeuwen elke dag weer over de drempel van haar huis helpen met haar rollator. Die een uit het raam gevallen peuter ongedeerd op wisten te vangen van 3 hoog. En die de eerste 2 jaar strontvervelend zijn op het buurthuis en er daarna als vrijwilliger gaan werken. Wat moet je daar nou aan aanbesteden? Kijk, in mijn wijkje zijn er heel veel mensen met heel veel schulden. Die komen bij de gemeentelijke kredietbank om hulp. Dan duurt het fucking meer dan 3/4 jaar voordat er ook maar iets gebeurt. In die tijd verdubbelen de incassobureaus hun incassokosten. Rijdt meneer de deurwaarder in een Jaguar en zitten mijn buren op 30 euro per week met 3 kinderen. Zou je daar, lieve wethouder, niet eerst eens wat aan gaan aanbesteden dan aan ons welzijnswerk gaan zitten frutten? In mijn wijkje leven mensen van een uitkering van de sociale dienst. Daar is het, onder ons gezegd en gezwegen, een puinhoop. Er is net een onderzoek geweest dat elke cliënt van de SOS pas door de 5e klantmanager goed wordt geholpen. Nou, dat is dan toch net als met een rijexamen. Als je weet dat je toch de eerste 4 keer zakt, dan kan je die toch ook maar beter overslaan. Kijk, ik zal heel eerlijk zijn, ik hou me hard vast. In de 80e jaren is er ook een efficiëntieslag gemaakt in het welzijnswerk in de oude wijken. Van de ene op de andere dag was alles dicht en stonden de hoogstens nog een paar interimkutjes net te doen alsof ze wisten wat ze deden. Binnen no time was al het geld dat bespaard werd op club en buurthuis nodig bij de politie. Was het opbouwwerk, wat het opbouwwerk had gedaan, was al lang weer afgebroken. En vond de gemiddelde kiezer dat er in Den Haag een geblondeerde gladjakker nodig was om de islam daar de schuld van te geven. Dat is mijn Rotterdam niet. Mijn Rotterdam is de stad van hand in hand, van fuck de crisis, we redden het zelf wel, en van keiharde eerlijkheid. Wij noemen bezuinigingen dus ook niet stiekem aanbestedingen, mevrouw de wethouder. Ik voel een driftbuitje aankomen met het delen van de rollator met je buurman. Doe dat lekker met je eigen pessarium en de buurvrouw. Nou moet ik misschien niet ook al te hard zijn, want zoals dove mensen niet neuken, omdat ze daar nog nooit van gehoord hebben natuurlijk. Zo kan je lang niet van elk gemeentebestuur verwachten dat zij iets weten van besturen. Ze luisteren meestal niet eens naar hun bewoners. En dat kan je in ieder geval hier niet zeggen. Mevrouw de wethouder is er, heeft de oortjes open en luistert. En anders roepen we gewoon wat harder. Dat er in ons mooie Rotterdam, in de oude wijken, met alle armoede, met alle pijn, met alle achterstanden, een heel breekbaar evenwicht in stand wordt gehouden door de welzijnswerker, de wijkagent, de oppasmoeder, de onderwijzer en het consultatiebureau.
En dat dat precies het verschil maakt voor de kinderen die in armoede op moeten groeien, voor volwassen mensen die in de oude wijken van Rotterdam 7 jaar eerder doodgaan dan de rest van de mensen in Nederland en dan ook nog eens 5 jaar langer ziek zijn. Als je dan toch wilt aanbesteden, houd daar dan rekening mee in plaats van alleen maar met het stomme rotgeld. Kijk nou eens naar hoe lang bepaalde welzijnswerkers al in de wijken bezig zijn. Hoeveel vertrouwen er is opgebouwd. Waardeer wat er feitelijk is en wordt gedaan in plaats dat je straks de helft van de subsidiegelden in de zakken laat verdwijnen van gediplomeerde aanbesteders die nog nooit een oma van leven in het echt hebben gezien, laat staan een hangjongere. Je moet toch eigenlijk juist heel argwanend staan tegenover organisaties die tijd zat hebben om aanbestedingen in te dienen. Want alle tijd die ze daaraan besteden, besteden ze dus niet aan het echte werk en aan de echte cliënten. Nou, zijn we eruit dan? Aanbesteden wordt narigheid, dus ten eerste moet je er niet aan beginnen. Ten tweede niet mee verder gaan. En als je er al iets mee gedaan hebt, het heel gauw wegsodemieteren. Want het is niks en het wordt niks. Je raakt er eigenlijk alleen maar de weg mee kwijt in het welzijnswerk. Nou zeg ik altijd, als je de weg kwijtraakt, dan moet je het even vragen. Dat deed ik zelf vanavond ook nog. Ik weet de ingang van staal nooit te vinden. Ik sta altijd al halverwege die roltrap te twijfelen of ik toch beneden had moeten zijn. Stonden er boven gelukkig 2 vrouwen met elkaar te praten, dikte naartoe. Stoorde ik blijkbaar in een goed gesprek, want ik hoorde de ene net nog aan de andere vragen. Zeg jij het eigenlijk tegen je man als je een orgasme hebt? Nee, antwoordt haar vriendin, natuurlijk niet. Want Henk heeft toch liever niet dat ik een bel op zijn werk. Kijk, dat bewees meteen 1 ding. Dat deze vrouwen niet voor deze conferentie kwamen. Want jullie komen nooit klaar. Jullie blijven bezig. Met het mooier, warmer en menselijker maken van ons gouden Rotterdam. En dat maakt mij trots om hier te mogen staan. Aanbesteden, nee. Weg ermee, wat een klote idee. Het kan voor mij door de play. Wij doen niet mee. Aanbesteden, nee. Dag, ik was Carrie. Tot de volgende keer.